Koninklijk Atheneum Emmanuel Hiel in Schaarbeek. De leerlingen van Public Relations voorzien nog snel wat lekkers voor het hoog bezoek dat ze vandaag hebben. Minister van Onderwijs en Gelijke Kansen Pascal Smit ondertekent samen met vertegenwoordigers uit het hele onderwijsveld een charter dat tolerantie voor alle seksuele geaardheden moet garanderen. Ik ben van overtuigd dat wat we vandaag doen voor die vele jongens en meisjes in Vlaanderen, dat dat voor hun ook een bijzondere steun zal zijn, dat ze aanvaard worden om wat ze zijn en niet verworpen worden om wat ze zijn. En dat is denk ik in een mensenleven heel belangrijk. Het kan toch niet zijn dat je mensen discrimineert omwille van een seksuele geaardheid. Daarboven onderschat men het feit dat kinderen in een kwetsbare periode van hun leven, wanneer ze zichzelf nog moeten ontdekken, dat je hen moet begeleiden, zowel in de relationele vorming als in de seksuele voorlichting. We hebben in het verleden al wel ons geëngageerd om rond acties ten aanzien van homofobie en genderbewustzijn samen te werken. Maar vandaag gaan we toch echt wel een stuk verder en engageren we ons om dat ook structureel in onze scholen en in onze lessen mee op te nemen. Het is belangrijk dat zo'n engagement door iedereen die met onderwijs te maken heeft ondertekend wordt. Omdat je daar een heel sterk engagement hebt dat nu in de praktijk moet worden omgezet. Hoe die praktijk eruit zou kunnen zien, ondervinden de ondertekenaars aan hun lijve. Ze krijgen les van de leerlingen zelf. We gaan over naar de volgende stelling. Deze stelling beweert dus dat vrouwen op emotioneel vlak labieler zijn dan mannen. Wat vinden jullie hiervan? Mevrouw hier achteraan, mag ik u vragen waarom u ja heeft geantwoord? Er zal waarschijnlijk een biologische verklaring voor zijn of net niet, maar ik heb het gevoel dat dat zou kunnen. Mevrouw, ik moet je teleurstellen, dat is niet zo. Dat is eigenlijk gewoon een patroon dat wordt geassocieerd met de vrouw. Om nog andere instrumenten aan leraren aan te bieden, zal er een leraar vrijgesteld worden. Deze zal bouwstenen aanreiken om in de lespraktijk met de holibi-problematiek om te gaan. Het is een vakoverschrijdende eindterm, dus kan ook in heel veel vakken aan bod komen. Dat kan in de Engelse les, het kan ook in geschiedenis en aardrijkskunde, kan in biologie en godsdienst, noem maar op. Dat is allemaal een kwestie van aanpak. Vandaar dat we die ondersteuning aan leerkrachten willen geven. Het Emmanuel Hiel Atheneum werkt al een tijdje met een pilootproject waarbij leerlingen via stellingen nadenken over vooroordelen. Heeft een school het recht om een leerkracht te weigeren vanwege zijn seksuele geaardheid? Wat hij is, een homo of een hetero, dat kan normaal gezien niks schelen, maar hij moet neutraal zijn. En als hij niet neutraal kan blijven, dan moet voor mijn part het school die leerkracht weigeren. Jullie weten allemaal dat ik een vriendin heb, dat wij samen wonen, dat wij twee kinderen hebben. Stoort u dat dan zo verschrikkelijk? Dat kan heel chockerend overkomen. Ja. Maar als we elkaar dan beter leren kennen, vinden we dat gewoon... dat is het gewoon van achter. Door gesprek proberen we toch hun inzichten te verbreden. Om hen brede, ontvankelijke persoonlijkheden te maken die eigenlijk bereid zijn om iedereen volgens zijn achtergrond, zijn geaardheid te aanvaarden. Wat ze later natuurlijk in de maatschappij ook gaan moeten doen, maar dat is echt een emancipatorische taak die voor ons is weggelegd om aan die kar te duwen en te trekken met alle leerkrachten, met alle leerlingen. Vorig jaar waren er hier vier meisjes die er vooruit zijn gekomen en gezegd hebben van ja, we zijn lesbisch. Je hebt zowel van dat je anders begint te denken van, weet je wat, in plaats van samen te slapen in één bed bij een sleepover, zullen wij twee bedden, weet je wat? Je gaat mensen hebben zoals mij die het ja, normaal gaan vinden, maar je gaat ook mensen die dat chockerend gaan vinden. Iedereen heeft hier zijn eigen vooroordelen eigenlijk, dus stereotyp denken is hier wel het geval. Ik vind een les gelijk deze echt interessant. Waarom? Omdat ik er zelf keiveel heb bijgeleerd. Want leerkracht geeft ons ook uitleg van hoe dat je ermee om moet gaan, wat de beste manier is. We hebben de eerste stap gezet en we zien toch al door er heel veelvuldig over te praten, om het echt zo breed mogelijk open te trekken, zien we toch dat leerlingen anders beginnen te kijken naar de problematiek. MUZIEK